Je kan niet. Ondernemen is minder. Inderdaad, omdat ook, ja, je kan natuurlijk ook wel uit de box denken. Nog op de valreep een kopje gekregen. En wel heel grappig. Ik ben hier echt heel blij mee. In ieder geval hoop ik dat hij goed is, maar ik wilde dit heel graag. Het is zo burgerlijk. Zo schattig. Zij heeft dus taart gemaakt. En toen had ze echt zoiets van, ja, weet je, ik wil hem ook delen. Dus toen heeft ze, ik wil gewoon heel graag een hele mooie set. En van deze, daar kan ik niet meer aankomen. Het was net zo'n succes. Het is woensdag en ik heb Sarah net naar school gebracht. Mila is aan het meelopen. Of heeft meegelopen. Het was ook echt niet onze ochtend. Oh, ik ben lekker scheef aan het filmen. Niks werkte mee, in ieder geval. Dat moet ik anders zeggen. Sarah werkte niet mee. Maar ze zijn op school en op tijd voor de bel in de klas, gelukkig. En nu naar huis. Ik heb een korte to-do-list gemaakt. Die wil ik af hebben aan de schooltijd. En dan hebben we de middag even gewoon om samen wat leuks te doen. Eindelijk tijd nu voor thee en banaan. Ik heb de was al aangezet. En al een paar dingetjes opgeruimd. Maar ik heb zo'n honger. Want daar had ik dus daarnet door alles ook geen tijd meer voor. En ik wil echt wel alles wat ik af moet hebben in deze ochtend gedaan hebben. Want ik wil gewoon de middag eigenlijk niks meer hoeven doen. Gelijk nog even de outfit voordat ik hem vergeet. Ik ben aardig sportief. Ik heb de trui aan van Levi's en broek aan van Levi's. En ik heb Nike sneaker wedges aan. Dus ook dit zijn Nike's met een hak. Ik heb lekker wat te eten gemaakt. Het is een nieuwe rooster. We hebben die dan. Gewoon elke dag. Die blauwe lijp ziet ook. En die moest al. Nee, ze moeten zoveel uur en hoe ze het indelen. Ik ben gezellig met Denise. Oh, ja. Ik was je heel leuk aan het volgen. Die kwam even langs, die kwam even terugbrengen. Ja. Ja. En niks verder. Nee, eigenlijk niet zoveel bijzonders. Ik hou me. Ja, zoals ik dat heel het jaar doe. Ja, echt hè? Ja, echt. Daar had ik het pas nog over. Het haalt ook alle motivatie uit je lijf. Ja, ja, in principe wel. Ja, de zin... Je kan niet. Ondernemen is minder. Inderdaad, omdat ook, ja, je kan natuurlijk ook wel uit de box denken. Maar alles is een beetje beperkt. Je middelen en je opties. Yep. Nou, we hebben nu weer twee opties. Voor ja, een maand uitje. Geen cashing? Cashing, volgens mij. Geen idee. We hadden het vorige keer met Marco en ik met Google Translate gekeken hoe die het uitspreekt. En die cashing, volgens mij. Cashing. Ja, en die pluktuin. Ja, zeker. Maar dat is nu nog te ja, vroeg. Ja, we moeten eerst iets hebben om te plukken, ja. Ja, dus de een moet dan vermaard worden en de ander... En we hebben ook nog, eventueel, dat hadden we ook nog, die wandelroute in, bij Wassenaar in de buurt, het waren herten en nazi's. Ja, die moeten we ook nog doen. Dus mag ik nazi's zeggen op je blog? Nou ja, dat was toch zo. Oké. Okay. Dus, ik kijk niet waar ik richt. Nee. Dus, nee, van mij mag je dat zeggen. Ik ben niet aan het schelden, toch? Nee. Het is toch, het is wat het is. Dus we moeten weer drie uitjes. We doen één keer in de maand. In ieder geval proberen we het. Eén keer in de maand echt een actief uitje. Ja. Is goed voor ons. Ja. Moeten we wat doen. Maar even heel snel gestofzuigd, want het was heel gezellig dat er niet zo langs kwam. Maar ik wilde het eigenlijk niet te doen. Maar ik vond dit leuk, hè. Dus nu ga ik het hier allemaal redden. Ja, weer een dag. Dit was gewoon beter. Oh ja, en ik moet brood verzetten uithalen. Ga ik eerst nog wat stofzuiger opruimen, want dat ga ik zeker weten vergeten anders. Nog op de valreep een kopje gekregen. Ik vind het zo'n grote doosvak gesteld, hè. En wel heel grappig. Ik ben hier echt heel blij mee. In ieder geval dat hoop ik dat hij goed is, maar ik wilde dit heel graag. En het is zo burgerlijk. Nou, snap ik al niet dat het heel groot is. Er zit meer papier in dat het groot is.
Ik heb, en die is van Wiebe van der Zee Holland, de nieuwe stamper. Yay! Ik had echt een stamper nodig, want die andere brak van de week, dat handvat. En ik wilde wel een goede stevige, maar niet eentje die gelijk 60 euro kost. Want ik vind 60 euro voor een stamper, vind ik echt te bizar duur. En hij is wel grappig, met een koe, een echte Hollandse. En hij ziet er wel stevig uit. Want die ander, zeg maar dit, dit is dan metaal en dan zat hier een plastic randje, geloof ik. Nee, aan de bovenkant. En dat was, zeg maar, losgelaten van metaal, dus dan schuift het metaal heen en weer. Nou, dan moet je eens proberen te stampen, dat is niet te doen. Gaat niet. Dus, je kan hem dan wel aan de zijkanten vasthouden, dus zo heb ik het van de week afgemaakt. Het is wel handig als je aan het stampen bent, dat je alles kan doen en niet de helft. Maar ja, we moeten het toch echt wel een nieuw hebben. Hij wil er niet uit. En ik wil hem heel graag gaan gebruiken. Het enige jammere van deze vind ik dat hij geen ophanger heeft. En niet aan vast kan. Die vorige kon ik ophangen. Wat ik wel fijn vond, en dat had ik al gezien, dat hij wat... Oh, zo. Kan je het beter zien. Wat ronder loopt, dus dan kan je wat beter rond in de pan. Maar hij voelt echt wel heel stevig. Dus ik ben hier echt... super blij mee. Hele vlog over een stamper. We zijn thuis. Dat heeft even geduurd, want we moesten nog wat langs brengen. En we liepen met iemand terug. En dan praat je hier, praat je daar. Ze bleven overal hangen. Dus dat schoot echt voor geen meter op. We hebben er bijna anderhalf uur over gedaan om thuis te komen. En nu gaat Sarah deze maken. En dat gaat ze zoveel mogelijk zelf doen. Ja, nee, dat ga je zoveel mogelijk zelf doen. Nou, daar leer je wat van. Ik kijk mee. Als het nodig is. Dus ik haal de zakjes er vast uit. Dan ga je op de doos ga je de gebruiksaanwijzing zoeken. Dan ga je lezen waar dat staat. En dan ga je de eerste stap lezen. Wat moet je als allereerste doen? Heb je het gevonden? Lees maar voor. Een velletje bakpapier hebben nodig. Ja, die zit hierin. Wat is de eerste stap? Lees het eens. Leg het velletje bakpapier over de springvormbodem. Plas de rand erop en sluit de springvorm. Oké, nou. Doe maar even op de eettafel, dan kan je er makkelijker bij. Okay, netjes voorzichtig uitvouwen. Ja, en weet je hoe je de springvorm... Nee, je moet de vorm openmaken. Nee, de vorm openmaken. Ja, leg hem er overheen, dat hij overal ongeveer even ver uitsteekt. En dan doe je de vorm erop zetten. En dat trekt er vanzelf, dat hij er echt in valt. Ja, als die... Oh, wacht even, je vorm schuift. Ja, en dan doe je hem dicht. Nee, de andere kant op. Ja. Ja, dat is stap 1. Stap 2. Smelt de boter in een pannetje. Nou, dat doen we in de magnetron. Lees maar verder. Neem een pannetje van het vuur en rooi de kruidenbodem mix goed door de gesmolten boter. Bedek de bodem van de springvorm. Bedek. Niet te snel lezen, hè, want dan lees je niet... Gelijkmatig met het kruimelmengsel en druk dit stevig met de bolle kant van een lepel. Daarom heb je een vork en een lepel nodig, want met de vork kan je het makkelijker door elkaar doen. En met de lepel wrijf je hem dadelijk aan. Zet de springvorm in de koelkast en laat de kruimelboter... Nee, kruimel. Bodem. C-I-R-C-A. Zo lang 10 minuten opstijven. Circa, denk ik. Even kijken, want het ging zo snel. Waar staat dat? Iets meer zo. Een oost. Circa. Kijk maar. De ene is een C en de andere is een K. De S. Want die kan allebei zijn, toch? Of de C, sorry. Circa. Circa. Zie je het er nu in? Ja. Oké, dat gaan we doe dan het nu doen. Water samen met hoeveel? De koper. Hoeveel boter doe. Moet je? Dat stond daarboven. Rome. 50. Wat? 50. Ja. Kijk hoe mooi netjes. Sarah heeft hem helemaal zelf gesmolten, de bodem klaargemaakt en in de bodem gedaan. Hij ziet er echt keurig uit. Ik had het niet beter zelf kunnen doen. Zelf niet beter. En de kwark zit erin.
Ben je er blij mee? Nou, ik ben niet heel blij mee, want hij moet zo gestreken worden. Ja, dat kan, maar please. Dan moet je het met de pottenlikker doen. Pak hem maar. Daar kan je het voorzichtig mee strijken, heel voorzichtig. Ik dacht dat je al klaar was. Heel voorzichtig, goed zo. Het is jouw taart, jij hebt hem helemaal zelf gemaakt, toch? Je hebt zelf gemixt en zelf de doos gelezen en alles bij elkaar gedaan. Je hebt de bodem zelf gemaakt. Dat is echt jouw taart. Zo schattig. Zij heeft dus taart gemaakt. En toen had ze echt zoiets van, ja, weet je, ik wil hem ook delen. Dus toen heeft ze mijn ouders opgebeld. En die komen met mijn broertje, dus voor hun voor het eten, voor ons na het eten, komen ze een stukje taart eten bij de koffie. Echt, ik vind het zo lief. En ze heeft ook nog een stukje mee voor opa. Ze moet wel vertellen, dat zijn 3, Sarah 4, ik 5, Marco 6, opa 7. Ze wilde voor de juf morgen meenemen, dat is al 8 stukken. Ze moet wel goed snijden dadelijk. Ze heeft de muziek hard gezet. Ja, ik denk dat die nog wel heel groot is. Maar we gaan het gewoon allemaal proberen. Nou, dat zie ik nu al met 1 been erin. Die is wel echt te groot nog. Ik had vast al wat broeken die te groot zijn eruit gehaald. Ja, zet even een zwijpje in. Nee, niet heel Sarah de lichaam nog, maar deze is nog wel heel groot. Hij is ook lang. Ja, hij stroopt een beetje op. Dus die gaat nog terug in de kast. Het broekje is zo bizar. Dit is een maat 104 en hij zit in 122. Nou, met de elastiek strak gaat het net. Maar kijk, hij is echt, echt maat... stelt het niet scherp, maar er staat echt maat... Ja, en dat 104, voor 3-4 jaar. Zeg eens 7,5. Maar goed, met het elastiek aan gaat het net. De eindstand. Dit gaat allemaal weg. Ze hebben best wel goed opgeruimd. Dit hebben we hier wel 3 dagen over gedaan. En er zitten nog wat dingetjes in de kast die nu net aan nog kunnen. Die Sarah heel graag wil houden. En die gaan dan misschien tussendoor nog weg. En dit is alleen nog maar van alles wat op de groei is. En aangezien dit echt letterlijk tot hier helemaal erin gepropt zat, is dat wel echt een heel verschil. Dit is weer netjes. En ook in deze kast is het weer wat netter. Alleen die rokjes, ja, dit is gewoon niet netjes te stapelen. Wat ik ook probeer, dit is het netst dat ik het krijg. Dus ja, zo is de kast nu. We hadden niet perfect uit kunnen komen, want echt, ik had de wekker gezet als ik naar beneden moest, uiterlijk, om te gaan koken. En ik had de spullen allemaal weggelegd en ik stond even met Sarah te praten en echt 1 minuut later ging de wekker. En we hebben gewoon alle kleding gepast, alleen de schoenen moeten nog. Nou weet ik niet of dat vandaag gaat lukken. Omdat ze natuurlijk net mijn moeder en mijn vader en mijn broertje heeft uitgenodigd. Oh, wacht. Ik moet het gas aansteken, maar ik heb 2 handen daarvoor nodig. En nog een keer trouwens. Dus dat wordt dan misschien morgen, maar voor nu hebben we alle kleding gedaan. Ik heb een lijst gemaakt wat ze nog nodig heeft. Dus dat is ook helemaal klaar. Ja, echt fijn. En ik kom hangers tekort om alles wat weer in de kast nieuw moet te doen. Dus dat is wel balen. Ik moet echt binnenkort nieuwe hangers bestellen. Ik wil gewoon heel graag een hele mooie set. En van deze, daar kan ik niet meer aankomen. Dus ik moet andere hangers. En dan verkoop ik deze set gewoon. Want het is een hele grote set. Ja, aangezien ik het niet aan kan vullen. En ik wil altijd alles gelijk. Want dat geeft zoveel rust in je kast. En er past ook op de een of andere manier meer in je kast als je hangers gelijk zijn. Omdat het elkaar niet in de weg zit. Maar goed, ik ga een ovenschotel maken met rijst. En de rijst gaat dan ook echt in de oven. In de schotel. En die vind ik altijd heel erg lekker. Oké, dit heb ik dus nog nooit gehad. Ik heb de rijst gewoon in de normale tijd gekookt. En het is gewoon 1 prut geworden. Nou, dit is zo raar. En de schaal is klaar. Dit is echt heel lekker. Zo, en opa en oma en oma zijn die er nu ondertussen zijn. Oma is bezig met pyjama en een t-shirt van mij. De t-shirt is al gerepareerd, maar nu moet alleen nog de pyjama. Het was net zo'n succes. We hebben gegeten, Mark was trouwens later. En toen kwamen eigenlijk mijn ouders en mijn broertje gelijk. Heeft Sarah ze verrast met de taart en ze was zo trots. Echt zo leuk. Maar ze heeft hem ook echt helemaal zelf gemaakt. Dus, en ze had het ook echt goed gedaan. Hij was echt goed gelukt. En daarna was het eigenlijk gelijk bedtijd. Dus Sarah is nu op bed. Marco die is nog met Bas iets voor de Nisa aan het ophalen.
Dus die is laat thuis. En ik ga nu beginnen aan het leed dat de keuken heet. Want echt, de vaatwasser stond nogal vol nadat we de taart hadden gemaakt. Maar die draaide dus. Dus het kon allemaal niet in de vaatwasser. Nou, ik tik het om het met de hand te gaan doen. Ik heb net wel terwijl koffie en thee aan het maken was gedeelte van de vaatwasser al leeggeruimd. Maar nu ga ik weer even hier ordenen. Netjes, gelijk tegen mezelf gezet. En ik bedacht me dat ik echt werkelijk waar geen idee heb waar mijn telefoon is. Dus die ga ik even heel zachtjes beneden zoeken, want ze ligt natuurlijk al te slapen. In ieder geval op bed, ik weet niet of ze wel ligt te slapen. Maar ik heb het gevoel dat ik hem boven heb moeten laten liggen, want ik zou het anders ook niet weten. Ik heb hem gevonden. Sarah had hem dus gevonden boven. In de badkamer en die dacht, mooi, dan ga ik YouTube filmpjes in bed kijken. Echt, wat een kind. Maar dat vond ik dus niet helemaal de bedoeling. Gelukkig had ik het op tijd door, maar ik had het eigenlijk voor de keuken al door moeten hebben. In ieder geval, nee, ik had het wel door. Maar had ik moeten gaan zoeken, want hij is toch best wel even in de keuken. Of mijn telefoon nog zit te spelen. Ik heb echt nog allemaal kleine dingetjes gedaan waar ik vanmiddag mee ben gekomen. En nu heb ik weer thee gezet. En ik ga nog een stukje kwark uitnemen. Ik had ze redelijk beschaafde puntjes gesneden. In ieder geval Sarah en ik. Aangezien ze hem echt helemaal zelf heeft gemaakt, vond ik ook dat ze wel bij het snijden moest zijn. Dus ik ga er nog een nemen. Anders is het sowieso zonde. Dan moet hij weg. En kwark uit zit natuurlijk ook niet gigantisch veel calorieën. Er zitten wel calorieën in. Niet overdrijven, maar het kan erger. Zeker voor taart. Dus daar heb ik trek in. En ik ga even de kruimels. Die is de bodem, want het fixt zo lekker die bodem altijd. Dan ga ik nog op mijn bord gooien. Dat is volgens mij het slechtste stuk van de taart. Maar toch. Moet gewoon wat extra kruimen. En ik zou ook even gelijk moeten kijken op een bakje. Want ze wil zo graag voor de juf meenemen. Maar ik weet niet of ik een geschikt bakje heb om het mee te nemen. Moet ze het ook over opa meegeven? Daar had ik eigenlijk ook niks voor. Nu is er niks in voor morgen. Misschien wel maar even wat vleesbakjes. Maar dan moet ik even kijken. Of het een beetje een deksel is waar het afgesleept is. Ik vind het zo stom om dat te. Deze is niet echt deze zo. En dat maar zo'n bakje, want dat weet ik niet waar het in moet. En ik zet heel graag dingen klaar. Dan hoef ik morgenochtend niet te veel na te denken. En ligt eraan wat voor hapjes ik maak. Als ik echt hapjes maak die ik de avond ervoor kan klaarzetten, doe ik het bakje wel s'avonds met fruit. En als dat niet het geval is, dan zet ik hem gewoon klaar. We hebben ook eigenlijk een beetje de regel in huis. Wie het eerst beneden komt, die haalt er brood uit. Die doet dat in deze. Want dan kan het ontdooien. En dan kunnen we het smeren voor we de deur uitgaan. Ik weet, sommige mensen doen het de avond ervoor. Maar ik vind brood dan echt oud worden, zeg maar. En dat is echt niet lekker. Dus dat wil ik er niet aan doen. Want ik eet dan zelf ook dat brood niet meer op. Ik ben opeens echt helemaal aan het instorten. Maar dan moet ik zeggen, ik heb ook echt superveel gedaan. En ik had natuurlijk geen topnacht gehad. Dus ik ben aan het opruimen en ik ga lekker naar mijn bedje. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik heb lekker tegenlicht, dus ik ben heel donker. Maar goed, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder.
Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.